Dag, of liever gezegd dag. En waarom ik eigenlijk liever dag zeg, dat zal je in de loop van deze korte introductie wel duidelijk worden. Iedereen heeft inmiddels wel gehoord van Bitcoin. Iedereen heeft gehoord, denk ik, van cryptocurrency. De meeste mensen ook van blockchain. We zitten nu in 2018 en in 2008 is Bitcoin bedacht. Door iemand of door een groep mensen. Eigenlijk om destijds in de bankencrisis een ander betaalsysteem te creëren, waarbij ik gewoon aan jou geld zou over kunnen maken en jij aan mij, door gebruikmaking van die blockchain technologie. Intentie was dus om een ander betaalsysteem te creëren. En inmiddels zijn we beland in een wereld van heel veel cryptocurrencies die eigenlijk als enig doel lijken te hebben dat je er geld mee kunt verdienen of geld mee kunt verliezen. Verliezen is vervelend. En geld winnen is natuurlijk altijd leuk. Maar waar ontlenen die cryptocurrencies nou eigenlijk echt hun waarde aan? Is dat alleen maar omdat er geld in wordt gepompt en geld weer wordt uitgetrokken? Het mooie zou natuurlijk zijn wanneer je naar de basis van het idee achter Bitcoin terug kan gaan en echt als betaalmiddel kunt fungeren, want dan heb je nu en over een aantal jaar en in de toekomst uiteindelijk een hele stabiele waarde. Het feit dat cryptocurrencies altijd een beperkte hoeveelheid zijn, dat je dat niet maar tot in de oneindigheid kunt bijprinten zoals we nu met onze euro's doen, zorgt ervoor dat als er meer vraag komt naar een cryptocurrency, dat dan eigenlijk per definitie de prijs stijgt. Dat is een mooie beweging. Maar ja, wie heeft voor het laatst met Ethereum, Ripple, Monero, Cardano, Zcash of zelfs met Bitcoin betaald? Eigenlijk zijn al die cryptocurrencies die op blockchain gebaseerd zijn, hoe vernieuwend de technologie ook is, niet geschikt om echt als betaalmiddel te fungeren. Denk je eens in hoeveel transacties er wereldwijd dan zouden moeten plaatsvinden. En helaas heeft de blockchain van Bitcoin en ook andere al laten zien dat die hoeveelheid transacties door die blockchain technologie niet kunnen worden verwerkt. Nou, dan kom ik op het stukje waarom ik eigenlijk liever DAG dan DAG tegen jullie zeg. DAG-technologie is echt een compleet nieuwe technologie. DAG staat voor Directed Acyclic Graph. Dat mag je eventueel ook weer direct vergeten. Maar de cryptocurrencies die nu gebaseerd worden op die nieuwe technologie, die hebben het in zich om uiteindelijk echt dat betaalmiddel te worden. En wanneer daar dan een ecosysteem wat functioneert omheen wordt gecreëerd, dan heb je nu en in de toekomst ook echt waarde bij de munten die op die technologie worden gebaseerd. Wil je daar nou meer over weten? Stuur me dan even een persoonlijk berichtje, dan zorg ik dat je wat meer informatie direct van mij krijgt toegestuurd. Of kijk even naar een van de volgende filmpjes die ik ook voor je heb klaarstaan.